In augustus ontstierde grutte reboelje in Bakkeveen. 50 meisjes die in de nacht bij het stel voor de door om duidelijk te maken dat zij voortmasten. Bart en Tamara Waningen zoenen van oerlijst zwargen en de buurt terroriseren. Ik vind eigenlijk, iedereen mag zijn oordeel geven, maar wel als je twee kanten van een verhaal hebt gehoord. En ik weet van mezelf, en ook, dat spreek ik ook namens mijn man, dat wij voor de rest nooit iemand iets misdaan hebben. Want anders dan waren we denk ik wel eerder verhuisd dan 3 jaar daar gewoond te hebben. En eigenlijk zijn wij ook niet de woning uitgezet, zoals werd beweerd. Wij waren bereid om mee te werken. Om de gemoedsrust te bewaren. En ook om de problemen op te lossen eigenlijk. Een maand lang ziet Bart en Tamara Waningen in een vakantiehuske. Nou is verharing plakvoen in de wieken in Drachten. Geestelijke zoensorganisatie De Piekroep had haar bot inzet voor het stel. Dat je het eigenlijk wel hoort bij u de visie op geestelijke zoenzorg. Maar ja, zoiets van ja, je kan wel alleen nog een klacht behandelen. Maar je maakt vooral ik zie naar de omstandigheden met meestal niet zitten. En nou, daar zit ik bij. Waaien en leven, omgaan met de omgeving. En dat ben voor u zo'n belangrijk aspect. De nije boerleur van Bart en Tamara binnen net op de hichte van haar skiertnis in Bakkeveen. Maar het maakt haar rek niet uit. Als ze maar rustig blijven, dan vind ik het allemaal goed. Ik bedoel, maar je moet met elkaar leven. En ik hoop dat hun dat ook met ons willen doen dan. En wat er jij gebeurd is, dat kun je jou dat niet schelen. Weet ik niet. Ik ken die mensen niet. Je moet de mensen altijd een tweede kans geven. Tenminste, zo zie ik het. Nou, dat is mooi. Ja, dus ik hoop dat ze hier ook met plezier komen wonen. Of zijn komen wonen. En dat het allemaal goed gaat. Zelfs joggen de Waningers ek mooi vertrouwen naar de toekomst. Nou, ik zie op zich mijn toekomst goed, want ik heb nogmaals eigenlijk helemaal geen problemen met mensen. En ja, waarom zou het niet goed gaan? Want ik woon gewoon normaal in een huis. Nou, jullie zien mijn huis, het is gewoon normaal. Ja, ik ben net in verhuizing geweest. Maar ik bedoel, ik ben niet een asociaal iemand in dat opzicht. Dus wat dat betreft, het beeld wat ze schetsten, was eigenlijk het tegenovergestelde. Van wat eigenlijk waar is.